Op 27 januari 2016 wordt op het terrein van Shell Moerdijk ontdekt dat een afsluiter van een installatie die ethyleenoxide produceert onbedoeld open staat. Hierdoor is in een periode van 68 dagen bijna 28 ton, dat is een tankwagen vol, van deze giftige en kankerverwekkende stof vrijgekomen in de atmosfeer. Uit onderzoek van Shell Moerdijk en de GGD blijkt dat de emissie een verwaarloosbaar effect heeft op de gezondheid van medewerkers en omwonenden. De Onderzoeksraad heeft geen aanwijzingen die tot een andere conclusie leiden. Ethyleenoxide staat echter te boek als een zeer zorgwekkende stof waarvan niets mag vrijkomen. Vanwege de grote hoeveelheid vrijgekomen stof en het feit dat de lekkage slechts per toeval werd ontdekt, heeft de Onderzoeksraad een onderzoek ingesteld. Hoe kan het dat een afsluiter gedurende lange tijd ongemerkt open is blijven staan? Hoe beheerst Shell Moerdijk het risico op een dergelijke emissie? Ethyleenoxide wordt bij Shell Moerdijk geproduceerd als halfproduct voor de chemische industrie. Bij het verpompen ervan ontstaat een restgas bestaande uit stikstof en ethyleenoxide. Dit restgas wordt via een route langs afsluiter B afgevoerd naar een gaswasser waar de ethyleenoxide uit de gassen wordt verwijderd en teruggevoerd in de productie. Zo komt bijna geen ethyleenoxide in het milieu terecht. Op 14 november 2015 is de ethyleenfabriek stilgelegd. Dit verloopt volgens een stopprocedure waarbij de route via afsluiter B naar de gaswasser gesloten wordt. Om de route naar de gaswasser te sluiten, moet de route via afsluiter A naar de buitenlucht worden opengezet. Shell Moerdijk heeft het stilleggen van de installatie aangegrepen om ook onderhoud uit te voeren. Na afloop van deze werkzaamheden werd volgens instructie de route naar de gaswasser via afsluiter B opengedraaid, terwijl deze, omdat de fabriek stil lag, dicht moest blijven. Toen op 21 november de ethyleenoxidefabriek weer werd opgestart, trof men de afsluiter B naar de gaswasser open aan. Omdat deze open stond, ging men er ten onrechte van uit dat de afsluiter A naar de buitenlucht gesloten was. Zo bleven beide afsluiters gedurende 68 dagen open. Al die tijd leek het productieproces op orde en wees niets erop dat het systeem ethyleenoxide naar de buitenlucht lekte. Het openstaan van beide afsluiters is slechts bij toeval ontdekt nadat elders in het systeem een storing ontstond. Uiteindelijk werd op 27 januari 2016, ruim 2 maanden later, afsluiter A gesloten. De Onderzoeksraad concludeert dat Shell Moerdijk in zijn risicobeoordeling enkel aandacht heeft voor het beperken van de gevolgen van een emissie, maar niet op het voorkomen ervan. Het bedrijf schatte zo het risico op een emissie langs afsluiter A laag in. Shell Moerdijk ging ervan uit dat bij een goed lopend proces er geen risico's zouden zijn voor de omgeving. Toch kon gedurende lange tijd ongemerkt een gevaarlijke stof naar de buitenlucht ontsnappen met potentieel gevaar voor de eigen medewerkers en omwonenden. De Raad beschouwt emissies van zeer zorgwekkende stoffen als zeer ernstige incidenten. Bedrijven als Shell Moerdijk moeten elke uitstoot van dergelijke stoffen naar de omgeving voorkomen. Als er toch gevaarlijke stoffen vrijkomen, moeten deze snel gedetecteerd worden. De Raad beveelt Shell Moerdijk en vergelijkbare bedrijven daarom aan om ook omgevingsveiligheid centraal te stellen. Bijvoorbeeld door het voorkomen van emissies van zeer zorgwekkende stoffen op te nemen in de risicomatrix. En door te bezien welke maatregelen in het productieproces negatieve gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de omgeving.